Hallo Back Legion en welkom bij een nieuwe part van GTA Online. Ik ga gelijk verder naar de volgende part. Ik heb even de dingen geëdit en die is nu aan het renderen. En ondertussen ga ik even de volgende part opnemen, omdat we nog geen rustig moment hebben. We zitten nog steeds natuurlijk in de introduction en tutorial. Zo gauw als ik daadwerkelijk de game gewoon fatsoenlijk kan afsluiten, dan ga ik dat doen dus. En dan wacht ik totdat wat meer mensen in de crew zitten. Omdat er gewoon nog niemand verder in zit. Ik heb wel twee mensen geïnviteerd al. Maar de rest moet allemaal nog komen. Op dit moment voor mij om te recorden. Zoals ik in het vorige part ook al zei. Er is al een video voor jullie online gekomen. Een poosje terug. Die ik nog zometeen moet opnemen. Maar tegen die tijd dat jullie deze video zien. Zullen er al heel veel mensen in de crew zitten. Dus dat komt helemaal goed. Je hebt nog... Wow, dude. Ah, kut, ik ben dood. For fuck's sakes. Dat ging wel heel hard. Dat ging echt hard. Volgens mij kost reviven van jezelf iets van 2000 dingen of zo. Dat schijnt echt heel duur te zijn. Je kunt de wapen droppen en ammo droppen. Maar als je met vrienden speelt, dan kun je... Ja, op die manier je vrienden wapens geven. Wat wel vet is, vind ik. Dat vond ik wel nice. Ik kan die lui hier wel even killen, trouwens. Fucking bitches. Waarom kan ik hier niet door? Ah, dat is hier. Kijk, want dan krijgen wij XP voor. Uh-oh. Run. Oeh, ik kan best wel snel rennen, moet ik zeggen. Komen jullie nog? Als zij er naar mij toe komen, is het een stuk makkelijker. Dan kan ik hun neerslaan en dan kan ik de wapens ammo openen. Allee, mooi. We hebben hier alles. We pakken cash op. We pakken ammo op. Dat is allemaal positief. Nou moeten we de drugs gaan halen. Nou wat. Ik ben wel even wennen in GTA Online omdat de game ook gewoon doorgaat als ik pauze sta. Dat is ook wel even nieuw voor mij. Daar moet ik rekening mee houden. De drugs gaat er vandoor volgens mij. Ja. Dat is kut. Geef mij jouw auto maar. Dank u meneer. Hoi, achter de drugs aan. De drugs, kom hier. Drugs, kom hier. Ik neem aan dat het een voetganger is, aangezien het stipje niet zo heel hard beweegt. Ja. Yep. De drugs package heeft me niet dropped. Aha, no shit. Oké, get the drugs to Gerald's house. Stap in, dank u. Ik kan echt niet wachten tot property, tot ik een eigen huis heb met een garage waar ik allerlei auto's in kan gooien en die kan tunen en shit. Dat lijkt me echt vet. Dat lijkt me echt nice. Ik heb echt wel zin in GTA Online, dat zeker wel. Ook om dan gewoon met de subs te spelen en dergelijke in de eigen private session, dat lijkt me ook wel leuk. Dus dat komt helemaal goed. Ik hoop dat jullie er net zoveel zin in hebben als mij. Oké, de drugs naar Gerald's huis brengen. Hey G, come out here man, my folks here. What's up dog, how you doing? Hier heb je de drugs, G. Well goddamn you anti-social motherfucker, you gonna speak? Anti-social motherfucker. Hey. See, I told you, hey. Y'all gonna get along. Great, y'all can get to take this shit on the road. How your little ventriloquist act going on, maybe you can stick your hand up there. Motherfucking idiot. Yeah. Wauw, twee woorden geleerd. Oh, vier. It's right. Wow, nog meer woorden. You got anything else interesting? Bring it my way. Yeah. What I tell you, motherfucker, he like you. And now you got you some bread. What you need to do is go get you some motherfucking gear, cause you bummy as fuck.
Cause you bummy as fuck, hey! Zet mijn shirt niet af te kraken, je bitch. Jij dan in je fucking groene blouse. Don't get lost, fool. Come on, man, tear that shit off, man. I need my commission, G. You hear me, dog? I need my commission, nigga. You about a stingy motherfucker, man. Mission passed, Jesus Christ. Alles komt wel lekker groot in beeld, moet ik zeggen. Daar hebben we onze JP, geen idee wat JP is. We zijn level 3. Woehoe! Oh ja, ik had trouwens hele leuke namen bedacht. Dat was ik in de vorige part nog vergeten te zeggen. Ik heb hele leuke namen bedacht voor als je level up gaat. Moet ik even op de computer. Even kijken. Social Rockstar dit ding is. Ik sta nog ingelogd normaal. Ja, yep. Manage crew. Zal ik even vertellen hoe en wat dat allemaal. Learning ropes alone. Dus één keer doodgaan. 8 cash. Oké, prima. Als je level up gaat. Oké. Je hebt namelijk rank 1 tot en met 100. En per 10 is er een ranknaam. En dat stond als, was het soldier, weet ik veel, mensen die wat gedaan krijgen, dan dat, manager, zeg maar, zulke namen had het. Ik heb het veranderd. Rank 1 tot en met 10 heet je Baby Panda. Rank 11 tot en met 20 heet je, ja, Lief Aapje. Nee, dat heet je Lief Aapje trouwens. Lief Aapje. Dan rank 21 tot en met 30 heet je, oh, konijntje. Ja, ja. Rank 31 tot 40 ben je een kipje tok-tok. Rank 41 tot en met 50. Ondertussen gaat de game verder. Rank 41 tot en met 50 heet je Koetje Moe. Rank 51 tot en met 60 heet je Ninja Panda. Rank 61 tot en met 70 heet je Awesome Aapje. Rank 71 tot en met 80 heet je Rambo Nijntje. Rank 81 tot en met 90 heet je Badass Bambi. En rank 91 tot en met 100 heet je Super Panda. Dus als je de hele online op rank 100 bent, dan heet je Super Panda. Nou zie ik dat hier nog stond Fug en nog niet de Baby Panda shit. Maar oké. Okay. You can see the location of stores. Hoe de fuck kunnen wij switchen naar de andere dan? De hel is daarmee aan de hand. Weapon mod unlocks, pistol, extended clip. Some of your cash you hold will drop and you die. Other players then can steal it. Oké. Okay. En we moeten naar ATM's toe volgens mij wat er stond. Go to a closed store. Oké, okay, we moeten eerst even gewoon verder de tutorial dingen doen natuurlijk. Is ook wel belangrijk. Dan krijg je alles een beetje te leren. You can bank your cash to keep it safe. You can use ATM's to machine to deposit and see your account. Ik weet nog dat bij San Andreas Multiplayer was dat altijd bij een 24/7. Dan stond je daar in de safe zone of op de boot, had je dat ook. Op de boot kreeg je $100 per zoveel seconden dat je er stond of zo was het. Go to a clothes store. Purchase some clothes. Oké, maar ik vind mijn kleren mooi eigenlijk. Ja, we gaan hier wel even kijken, browse tops. Zou ik dan niet een menu moeten krijgen, game? Oh, nou opeens easy. Die game is echt langzaam. Crew emblem. Daar kan ik niet. Suit jackets. Ik zie het verschil niet. Ah, nou wel. Op zich zo'n vest eroverheen. Dus nou helemaal niet zo'n ding eroverheen. Het staat nog wel netjes eigenlijk. Ah ja, black sports coat. Dan kopen we dat wel. Track jack. T-shirt. Eo V-neck. Gay. Vind ik niet mooi. V-neck vind ik echt niet mooi. Allerlei blusjes. Hoodies. Op zich heb ik normaal altijd wel hoodies aan trouwens. Dat is ook wel een goeie. Sky blue. Dat heb ik normaal nooit. Ik heb altijd zwart. Als ik iets aan heb, dan heb ik gewoon zwart aan. Zwarte hoodie. We kopen een zwarte hoodie wel. Tank top. Dat vind ik helemaal niks. Oké, klaar. We moeten nog broeken hebben. Hebben we dat ook? Broek. Mini broek. Broek. Pants. Stop. Pants. Jeans. Ranch black jeans. Ja, dat past er wel bij. Schoenen. Two brown shoes. Dat sowieso niet. Sneakers. Sowieso done. Skate shoes heb ik ook wel vaak aangehad trouwens. Oh, kan ik helemaal niet skaten trouwens. Ik heb ze wel aangehad. Oké, we doen dit wel aan. Zo, klaar.
Ik ben klaar, we hebben van alles gekocht. Ik vind het goed. Ik heb een nieuwe look, game. You can swap between glass heads and masks that you own within the interaction menu. Hold. Ah, oké. Op zo'n manier werkt dat. Inventory, action, smoke, the bird. Play mood, happy, injured, normal, stress, smug, sulking, aiming, angry. Gewoon happy natuurlijk. Enable passive mode, dat kost $100 en dan kunnen we niet gehit worden. Request personal vehicle, vehicle access. Puur de crew. Shadow is allowed to access your personal vehicle. Dus dan kan iedereen erin? Nee. Dus ook de enemy? Nee, crew. Of alleen friends of crew plus friends of no one. Alleen wel zelf dus. Zet die gewoon op crew. Chat. No, everyone, dat boeit me niet. Kill yourself. Waarom zou ik dat willen? Als je vast bent misschien. Emanation, ATM. Ik wil een quick GPS en een ATM. Perform your quick play action by pressing change your selector in the... Oké. Okay. Dat zou wel. Waar is die ATM dan? Oh, daar. Hey, hey, it's ah, your boy fucking LD. Hell. Yeah, hello, you need Lamar. To get some cheese real quick, fuck with me. We got licks all over town just waiting to get hit. Just walk in with the blam blam and point it at the fool behind the counter. He gonna break bread. And they insured, don't nobody give a fuck no way. It's all good. I've been peeping this oftewel, hij bedoelt gewoon, ga winkels overvallen. You down with that shit? One of the homies gonna meet you at the store to help you knock that motherfucker over. Ik wil eerst even naar de ATM. To access ATM, take out your phone, select the job list and accept the other combo. Withdraw, deposit. No. Deposit mag ik ook? Nee, dank u. Do you wish to? Yes. Alright, we hebben nou niks, geen cash bij ons. Helemaal niks. En we hebben 11.000 in de bank. Ik weet nog. Ik kwam met een goede reden van Sander en multiplayer dat ik gigantisch vaak naar de bank ging. Zo gauw als ik een cash had, ging ik naar de bank. Op een gegeven moment had ik er echt iets van 580 miljoen op staan of zo. En dan haalde ik er weer wat af en dan gaf ik iemand anders weer wat. Een vriend, dan gaf ik dan weer wat of wat dan ook. Dat was al wel vet. Dat was wel nice. Dat is nice dat ze op die manier hebben gedingest. Joblist, invite to hold up. Hold up, oké. Okay. You've accepted the job from Lamar. Dat werkte goed zo met die joblist, moet ik zeggen. Dat werkt echt wel vet. Zo met die ATM ook. Dat doet mij denken aan San Andreas multiplayer. Daar ben ik blij om. Die game heb ik echt kapot gespeeld. Vond ik echt een van de... Nou ja, mod was het eigenlijk. Maar San Andreas multiplayer dan. Maar dat was echt een van de beste dingen ever. Dat meen ik serieus. Dat was echt goed. Maar we gaan naar de winkel. Stores that can be held up are marked in a radar with an... Oké. Okay. Dus met een shopping basket ernaast, die kunnen we overvallen. Oké, okay, to steal from... Oh, wat mooi geparkeerd. Handig aan SUV. Oh, hi. Look, I'm doing it, okay? Shout through your headset to make the store clerk fill the bank with cash faster. Maar ik heb de headset wel op, maar dat helpt niet. Wait for the store clerk to empty the register to get the full amount of cash. If I see your face around here again. Okay. Achteruit. Oké, okay, daar hebben we de politie. Die, mijn deur. Ja, ik weet wanneer de cops mij kunnen zien game. Ik heb de singleplayer gespeeld. Uitgespeeld zelfs. Goed, hè? Ah ja, moet je nou de politie kwijtraken. Dat wordt leuk. Maar dit is wel vet, want dit kun je dus ook doen als crew. Je kunt dus als crew een winkel overvallen en dergelijke, volgens mij. Dat vind ik echt super vet. Dat je gewoon als crew zulke dingen kunt doen. Dat vind ik echt gewoon episch. En dat wil ik ook graag gaan doen. Dus dat, ik ga jullie ook wat meer betrekken in GTA Online. Tenminste, dat was de bedoeling. Om gewoon de Black Legion wat meer te betrekken in de video's ook dan op de manier van GTA Online.
Mooi, we zijn ontsnapt. You can share the cash from your last job via the cash selection inventory. Oké. Okay. Cash. Share cash. Launch is share representative with other players in the area. I take a finger. Hats have a need. Masks have a need. Body armor have a need. Parachute off. We hebben ook geen parachute. Smokes. Smoke or drop a cigarette. Oké, maar ik rook niet. Game. Alright. Oké, okay, wat nu? Ik wil een huis kopen, game. Hoe lang duurt dat? Als het goed is krijg ik trouwens ook 5 ton, omdat ik het in oktober nu speelde, game. Snacks can be purchased from stores located around Los Angeles, which replenishes your health when used. They are stored in your inventory located in the action menu, accessed by snacks can also be collected from dead enemies for an instant health boost. Alright, duidelijk, duidelijk, duidelijk. We gaan hier eerst weg. Dit is wel een fijne auto, moet ik zeggen, trouwens. Zeker niet slecht. Dat werkt allemaal goed. Simeon belt. Oké. Okay. Lamar told me to call you. He said you were something of a big shot. Only with a very inadequate sense of style. Maybe you should improve yourself with a fine car. I've got a friend at Los Santos Customs who can help you out. For sure. Oké. Okay. Vertel me, waar moet ik heen, game? Steal vehicle to use as your own. This vehicle will be available to you in the future. Online sessions once you have fitted. A tracker in Los Santos Customs. Ah, wacht even. This vehicle will be available to you in the future online sessions. And once you have fitted a tracker in Los Santos Customs. Als ik deze auto vaker wil gebruiken, moet ik er dus een tracker in gooien. Oké, okay, duidelijk. Moet ik wel een auto hebben die ik graag wil hebben, trouwens. Maar deze vind ik goed, maar die is gedamaged. Jij bent lelijk in groen. We gaan gelijk op zoek naar een Audi R8. Dus daar rijden trouwens veel minder auto's GTA Online rond dan in de gewone game. Pas als het je nog niet opgevallen was. Ja, dat snap ik, game. Dat we dan een rond het level krijgen. Of vrij logisch eigenlijk. Players are shown on the radar by a stipje. If they are friend, it will have a blue outline. If you are in a crew, it will be a crew colored outline. It's ook blue in dit geval. You can go to the pause menu and find the location of other players. Oké. Okay. Maar achter mij dus ergens. Waar zijn players? Waar is Le R8? Ik ben op zoek naar de Audi R8 game. Geef mij de Audi R8. En daarna gaan we naar Los Santos Customs en dan gaan we onze eerste auto. Tof kut ding dan. Dat is wel een mooie motor op zich. Wat is dat voor kut auto, joh? Jesus. Waar zijn de Porsches en andere dingen? Die zijn hier niet. Die rijden niet rond. Blijkbaar. Dat is wel lelijk. Wat ben jij? Jij bent zo'n Mercedes-achtige auto. Maar ja. Ik heb al een keer gereden. Get a vehicle, ja. Deze. Opratten. Dit is onze gewone sedan dan. Dit is een 4 sedan dan. Hahaha, wat is dat mooi. Dit is een 4 deurs, namelijk als we met de crew rijden dan. Oh, fuck. Dan kunnen we gewoon fatsoenlijk rijden. Zonder gekloot, denk ik. Maar ondertussen ga ik wel zoeken naar een andere, moet ik zeggen, trouwens. Want ik wil een R8-game. Give me my R8. Dat is Franklin's auto, volgens mij. Ja, niet zeker. Waar ben je? Oh nee, dat is die andere. Die was ook een chill. Ah ja, pak je deze Royal mee. Die was ook wel fijn namelijk. Dat kan me nog herinneren. Die was nog wel redelijk chill. Dacht ik toch.
Voor mij is hij ook rear wheel drive. Ja, niet die rear wheel. Als deze hetzelfde als waar we nou in zitten. Prima, oké, we gaan naar Los Santos Custom. Oh, dit even in, quick GPS naar Los Santos. Oh, dat is een modshop, denk ik. Alright, nice. Dit is niet slecht. Dit is wel vet. Oké, als we maar even. Als ik hem even door heb, dan komt alles goed. Dan komt echt alles helemaal goed. Dan veroveren we de wereld. Maar ik moet eerst even door hebben. We zijn iets te ver gereden, maar dat maakt niet uit. Daarom hebben we een rem en een achteruit en een stuur gekregen. Om te sturen en rondjes te draaien. Dat is echt een lelijke kutauto dat, joh. Een raar dichtje daar. Er zijn er veel te veel van. Wow, hey, kijk, jouw garage wordt opeens snel geladen. Damn, game. En nu? Ocelot Jackal, dat is een coupé. Oké. Okay. Ziet eruit als een Jaguar eigenlijk. Fit a tracker to your vehicle and marker. And a marker will be added to the map whenever you exit your vehicle. Nice, dus dan blijft ons vehicle altijd bij ons. Dat is fijn. Wat mag je dat verdomme ook wel een keer met een singleplayer raken als ik kijk. You can purchase insurance for vehicles. If the insured vehicle is totaled, you can make a claim for a new vehicle. Ah, oké. Dus als ons vehicle kapot, oké. I've adapted to your personal smartphone device or tablet to modify your vehicle when offline and create customized license plates. Ja, dat is allemaal leuk en aardig, maar dat hebben jullie alleen nog maar voor de iPad. Sorry, Apple, rotzooi. Purchase tracker and insurance. They can be found in a lost theft prevention. They will be free for the first visit. Ah, nice. Dus deze. Dat is helemaal perfect. Full coverage. Purchasing insurance will entitle you to replace your vehicle if your vehicle gets destroyed. Bah, fucking vet. Want deze is chill. En die houden we nu dus altijd. Als ik kapot gaat, kunnen we een claim doen en done. Mooi, mooi, mooi. Oké, respray. Goh, welke kleur zou dat toch worden? Crew? Ah, crew blauw. Kijk, dit is best wel een mooie kleur, blauw, vond ik. Van crew helemaal. Ik vind het best wel een mooie kleur. Alleen... Dat mag niet. Mat? Mat is free. Oké, mooi. Kijken of ik kleur blauw kan vinden. Het lijkt het meeste op dit eigenlijk. Midnight blue. Maar dat is niet gratis, dus dat doen we niet. We doen gewoon zwart. Zwart, dan. Nog meer? Crew emblem? Die wil ik niet eens op mijn auto hebben, joh. Crew emblem. Plate, free. Oh, dit is wel mooi in blauw op zich. Denk je, in plaats van zwart? Ja, zwart. Lights, Xenon, dat kunnen we nog niet doen. Wanneer we dat allemaal unlocken? Ik heb geen idee. Een Ram Air Hood. Dat ziet op zich al vet uit. Explosives. Damn, remote bomb? Dat staat er wel bij wanneer we het shit unlocken trouwens. Goed bezig. Engine upgrade, als we level win 13 races. Oké, dat is wel vet. Dat is wel vet. Dat is echt vet. Ik kijk echt mijn ogen uit aan de ene kant. Ik zo rondkijk en denk van wow, dat is vet, dat is vet. Dat is echt wel nice. Chrono, nee. Offroad. Het is helemaal niet. SUV. Ik had altijd, oh damn, dat is helemaal lelijk. Tuners hebben we die kleine kutbandjes ook. High-end. Lowrider, dat zijn ook van die lelijke kutdingen altijd. Master car wil nog af en toe. Maar ze zijn allemaal wel op dezelfde manier. Nou, offroad hebben we dan. Sport, Inferno, vind ik niet mooi. Dat vind ik ook niet mooi met zo'n klein randje. Dit vind ik nog wel redelijk te doen. Die vind ik iets beter, maar dat is allemaal niet wat. Dus we moeten eerst rank 14 worden voor de betere velgen en shit. Maar deze vind ik helemaal niet wat trouwens. Ze kunnen beter... Deze pakken dan. Het is ook gratis, dus fuck it. Zwart, dan valt het nog om mee. Bulletproof, custom tires. Get done. Turbo, dat duurt nog wel even. Transmission, dat duurt wel. Suspension, dat duurt wel. Spoiler. We hebben twee typen spoilers. Dan gooien we die er wel op. Skirts. Wat moeten we voor skirts? Rank 9 zijn, oké. Okay. Alright, done. We hebben onze auto getuned. Daar ging het om.
We hebben onze auto. Dit is mijn standaard auto nu. Die houden we voor altijd en ever. Dus dat is helemaal fijn. Hij ziet er wel mooi uit, zo'n zwarte spoiler wel. De velgen zijn ook al beter dan wat het was zo. Now you have bought insurance for your vehicle, you can call Morse Mutual Insurance to make a claim if your insurance vehicle is lost or stolen. Oh ja, normaal als ik dus nou uit zou stappen game, zei hij. Als ik kijk, bam, we zien een icoontje met onze auto, dus weten we precies waar onze auto is. You can use your custom vehicles in races, the more you upgrade your vehicle, the better your chance of winning. Ja, dat is logisch. Dat klinkt vrij logisch, game. You can challenge another player to an impromptu race using the interaction menu. Oké, duidelijk. Die heb ik net al zien staan. Dit is best wel mooi, 4-persoons auto trouwens, vind ik. Zeker niet slecht. En dan maar snel. Hier zijn allemaal. Het zijn allemaal dezelfde type auto's ook. Er is verder niks. Nee, dat is prima. Ik zet hem hier even neer, langs de kant van de weg. We krijgen een... Oké. We worden naar Gerald toe. Go to the super flat. Wat gaan we doen in het volgende part? Ik hoop dat jullie het nog leuk vinden, GTA Online. Ik zie jullie in ieder geval weer in het volgende part. Want het is nog steeds het tutorial gedeelte in principe, zoals nu. We moeten naar de super flats toe. En daar krijgen we instructies en bladibladibla. En dan... Uiteindelijk kunnen we gewoon doen wat we zelf willen. Daar komt het op neer. We hoeven niet een verhaal te volgen volgens mij. Dan kunnen we gewoon kiezen wat we willen. Maar het is nou allemaal nog tutorial. Dus de eerste paar parts ga ik nog gewoon opnemen. Zonder dat er daadwerkelijk nog mensen in de crew zitten in principe. Maar daarna komt het helemaal goed. Dus ik hoop dat je het leuk vindt. Als je het leuk vond, laat dan even een groen duimpje achter natuurlijk. Zet hem in je favorieten en deel hem met je vrienden. En ik zie jullie weer in de volgende part. Dus later.